Zoals jullie weten hebben we een programma doorgestuurd naar jullie. We hebben dat eventjes op de kop gegooid. Zo werkt het nou eenmaal. En dat hangt ermee samen dat na het welkom en de mededelingen ik vooral even aandacht wil besteden aan de Hedwige Prosperpolder. En dat komt onder andere omdat Ludolf er het komende half uur nog bij is en dan wegholt. Niet omdat de rest niet interessant is, maar omdat hij nog een andere afspraak heeft. Daarna gaat Roald vertellen over wat we bij de Mississippi hebben meegemaakt en ervaren. Met name op het gebied van de keringen. En het laatste deel van de presentaties gaan Wijnand en Frank vertellen over de flitsoefening op 12 maart. Het leek alweer zo lang geleden, maar eigenlijk is het stiekem, het is net 2 maanden. Dus ik weet niet hoe jullie dat beleven, maar het gaat rap allemaal. En vervolgens gaan we dus pas ook het verslag van de vorige keer even bespreken, als jullie daar tenminste de aanleiding voor hebben. En nog een paar vragen, onder andere Jan van Lingen, die heeft een goed idee. En waar ik vooral ook aandacht voor wil vragen is, waar willen jullie bij helpen de komende tijd? Of wat willen jullie doen? Of wat willen jullie zien? Maar vooral ook, wat willen jullie de volgende keer laten zien aan de hele groep? Even een paar mededelingen, met name ook over de persoonlijke bezetting. Hi. Hoi. Ze komen links en rechts nu weer binnen. Wij hebben de groep eigenlijk verdeeld altijd over 2 groepen. De groep die zich bezighoudt met name met de waterschappen en de groep die zich bezighoudt met Rijkswaterstaat. En je ziet aan de rechterkant naast mijzelf Wijnand en Frank, wel bekend in het land volgens mij. Kent iemand Frank en Wijnand niet? Moeten ze nog even gaan staan? Ludolf, dit is Wijnand. Ludolf geloven we niet, heel goed. En Hans Knotter, waar is die gebleven? Nee, die moest naar een andere bijeenkomst, dus die is weg. Wij proberen met name vanuit het waterschapsdeel dit hele ZW, dus de crisisexpert team waterkeringen, vorm te geven en te trekken. En vanaf Rijkswaterstaat hebben we daar zelfs 3 mensen op. En Alessandra heb ik eventjes in een ander kleurtje gezet, omdat Alessandra heeft aangegeven dat ze er gewoon de komende tijd eigenlijk te weinig tijd aan kan besteden. Dus zij heeft gezegd, ik ben te vervangen door Anko en Erik, hè, dat moeten jullie met z'n tweeën dan maar doen. Ze doet namelijk zoveel. En we gaan even kijken in hoeverre Alessandra op een gegeven moment weer terugkomt. Erik van Kuik en Anko, ook bij iedereen bekend, denk ik. Erik en Anko. Oké. Dus als jullie vragen hebben over dit geheel, of jullie denken het kan beter, of ik kan helpen, of ik wil helpen, schiet ons dan ook even aan. Vooral voor de mensen die er misschien voor de eerste keer bij zijn. Waar staat het crisisexpertteam waterkeringen ook alweer voor? Nou, dat hebben we geprobeerd eronder neer te zetten in een paar beknopte bullets. Het is een landelijk expertteam van vakbekwame dijkmensen. Dat is het verschil met de groep die hiervoor zat. Professionaliseren dijkbewaking, dat is echt de dijkwacht. Dat is niet per se de expert, maar wel de persoon die vaak op de dijk te vinden is om te kijken of er gekke dingen zitten. Maar de experts, hij valt af en toe weg, maar dat was vanmorgen ook. Jullie zijn de echte vakbekwame dijkmensen. En die zijn nationaal, internationaal inzetbaar. Bij een crisis of bij een dreigende crisis. Kan eventueel langdurig zijn. Altijd op verzoek en onder verantwoordelijkheid van de waterkeringbeheerder. Als ZW-team zullen jullie nooit zomaar ergens bij een dijk opkomen dagen en zeggen van nou, we zien hier wat gekke dingen. Dat zal altijd onder verantwoordelijkheid van de waterkeringbeheerder zijn. Wat we dus ook vooral proberen is die waterkeringbeheerder allemaal vertellen dat jullie er zijn. Dat ze een beroep op jullie kunnen doen. En daarvoor hebben we die app. Jullie hebben de leden, tenminste, die zitten allemaal in een appgroep. En dan kunnen jullie vrij snel reageren. En dan de eerste paar mensen die reageren, die kunnen dan uitgezonden worden naar een andere plek in Nederland. En misschien zelfs wel internationaal. Vraag tot zover? Nou, dat gaat makkelijk zo. Huidige leden. Ik wil ook even vragen of ze even willen gaan staan, de huidige leden. En dat zijn er 32. We hebben er 10 van Rijkswaterstaat en 15 van de waterschappen. Wie wil er even gaan staan als zijnde ik sta op het lijstje? Of op dit lijstje, want Deltares hoort daar ook bij. Dus de huidige leden even. Ik zie grote grijnzen op hun gezichten. Ja, daar ben je trots op. Toch? En een compliment namens de rest, denk ik. Want jullie doen dit. Zoals ik vanmorgen al een keer zei, doe even een schouderklopje naar rechts en doe even een schouderklopje naar links. Dan heeft iedereen ook even weer 2 schouderklopjes gehad vandaag. Plus van ons allemaal. Want deze groep, we vragen er wat van.
Hè, want het is natuurlijk leuk als het mooi weer is en als het een keer uitkomt. Maar we vragen eigenlijk ook wel iets van jullie als het eens een keer niet zo uitkomt. Of je eigenlijk iets anders van plan was op die dag. En het kan ook nog wel eens een keer spannend worden. Dus we gaan ervan uit dat jullie dat allemaal trekken. Wij zijn een paar jaar geleden begonnen. Ik kan de gesprekken met Jaap van Steenwijk nog herinneren. Van joh, wij hebben wel allemaal leden, maar dat is eigenlijk alleen maar Rijkswaterstaat en Deltares. En Anko, Frank en Wijnand. Want die waren er vanaf het begin af aan bij. En toen hebben we gezegd, eigenlijk is het heel gek dat de waterschappen daar niet aan meedoen. Dus we zijn een jaar of 3 geleden begonnen om te werven bij de waterschappen. Nou, moet je zien wat dat oplevert. Dat betekent gewoon dat je nu 32 mensen hebt, waar het rechter rijtje groter is dan het linker rijtje. Dus dat is wel mooi. Ja, dat vind ik dan ook nog wel leuk als waterschapper. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Dit is een kwestie van wie heeft de langste, wie kan de verste, dat. Wat je wel ziet is dat het vooral een aantal waterschappen betreft. Een aantal waterschappen dat echt duidelijk heeft aangegeven. Wij vinden het super belangrijk en super gemotiveerde mensen. Maar ook dat het door de eigen directie, door de secretaris, de SD, secretaris-directeur, goed wordt gestimuleerd om dit te doen. Dus je ziet wel een soort met overflow van mensen van WDO Delta. Niks te nadelen, maar ze zijn nogal aanwezig, zeg maar. En dat geldt een beetje ook voor Rivierenland. Maar we zijn er alleen maar heel erg blij mee. Het geeft gewoon aan dat die waterschappen het waanzinnig belangrijk vinden. Dus we doen een oproep ook naar alle andere waterschappen die misschien nu wel aanwezig zijn, maar nog niet op het lijstje staan. Doe mee. We hebben nog niet een soort eindpunt in deze groep bereikt. Maar we komen wel een beetje in die buurt. Dus we hebben al flink wat mensen. Nou, die mensen zijn we vandaag ook allemaal uitgenodigd. Daarnaast hebben we altijd flink wat belangstellenden. Dus die staan op het lijstje. Als je kijkt naar deze lijst, dan hebben we het over 40 mensen al met al. Hè? Dus deze plus Deltares. Dat zijn dus deze mensen. Maar de totale lijst van mensen die wordt uitgenodigd of die wordt geïnformeerd met de mails, en zo, dat zijn 100 mensen ongeveer. Dus we hebben heel veel mensen die op de achterhand gewoon willen weten en die geïnformeerd worden over wat hier gebeurt. Nou, wat er onder andere mee gebeurt is dat we de verslagen en de presentaties doorsturen. En we hebben in dit geval zelfs Stefan zover gekregen, omdat hij hier vanmorgen toch ook was en het akkoord was met STOA om even wat opnames te maken. Dus pas even op met wat jullie zeggen. Deze sheet kennen jullie? Hoop ik. Wie heeft hem nog nooit gezien? Ha, dat durft niemand. Het is een hele belangrijke sheet. En dat is meer omdat het gewoon een soort samenvatting is van waar we mee bezig zijn. En waar wij in ieder geval met een flink aantal mensen zo waanzinnig fanatiek op zijn. Waar wij hier nu voor zitten is het ZW-team. Crisis-expert-team waterkeringen. Waar we vanmorgen voor zaten was het professionaliseren dijkbewaking. En daarnaast hebben we nog een paar andere groepen, ook volop aanwezig. Het WTEC, vooral het defensiedeel. En hier het Incident Observation Protocol. En aan deze kant nog de wiki-noodmaatregelen. Ik weet niet of Erik en Ulrich er nog zijn. Oh, die waren. Oh ja, nou, daar zitten ze nog. En het handboek crisismaterieel, waar ook Jan van der Lingen bij betrokken is. En dit zijn allemaal van die groepjes geweest. Die zijn gewoon ergens begonnen. Waanzinnig enthousiast en fanatiek. Maar waar we op een gegeven moment bij bedachten, hé, er gaan wat dubbelingen gebeuren. Er zijn wat dingen die we eigenlijk van elkaar niet weten, maar die heel verstandig zijn om eens even met elkaar af te stemmen. Dus we hebben gemeend om er een soort paraplu boven te hangen. En dat is de samenwerking crisisexpertise waterkeringen. Die afkortingen, daar word je af en toe gestoord van, maar het is het SCW, de paraplu. Met als doel om voldoende ervaring en expertise beschikbaar te hebben voor het in stand houden van de waterkeringen tijdens een watercrisis. Dus echt als er iets aan de hand is, niet in een normale situatie. We hebben het vanmorgen ook even over gehad dat het heel belangrijk is om daar gewoon directeuren aan te koppelen. Omdat je soms tegen dingen aanloopt waar je gewoon last van hebt, omdat je het in je organisatie anders niet voor elkaar krijgt. Daarom hebben wij een coördinatiegroep en we hebben een directeurenoverleg. En de coördinatiegroep wordt voorgezeten door Bart Vonk. Nou, Bart kennen we ook allemaal. Wie kent Bart niet? Je bent ook berucht en beroemd. We hebben een aantal beroemde mensen hier in de zaal. Hij heeft het afgelopen vrijdag nog gepitcht bij. En wat vond hij daarvan? Ja.
Ja. Het militaire hart ging harder kloppen. En, maar dat wisten we van tevoren natuurlijk ook wel, dat hij hier waarschijnlijk wel enthousiast voor zou zijn. Maar het is wel een kwestie van net op het goede moment, net de goede dingen eventjes roepen. En dank, dat heb jij gedaan. Ik denk dat we daar allemaal de gelegenheid af en toe van moeten pakken om het SCW te promoten. Nou, hierbij nog eens een keer. Mocht je het nou niet begrijpen, wil je het nog een keer uitgelegd hebben, kom even langs, dan leggen we het nog een keer uit. Goed. Waar we nu gaan beginnen is met de presentaties. Tussendoor gaan we nog even koffie halen. En we beginnen even met de, misschien de meest logische. Het logische was geweest om even met de flitsoefening te beginnen. Maar die schuiven we even van de achteren. Even de Hedwige Prosper Polder, het Living Lab. Wie heeft daar al wel iets van gehoord? Nou, complimenten Ludolf. Dat is toch veruit bijna het overgrote deel. Wat is jullie bijgebleven van de Hedwige Prosper Polder? Speeltuin voor ons om wat te doen? Serieus onderzoek, dat is één deel. En het andere deel? Oefenen. Ja, nou, ik hoef niks meer te vertellen. Volgens mij is het gewoon eigenlijk al helemaal in beeld. Ik ga even laten zien waar het gebeurt. En Ludolf, jij bent... nogal betrokken, zeg maar nog een paar mensen meer was ook vorige week in Antwerpen. Onder andere Henk van Hemert, André Koelewijn, Mark Balemans. Wie mis ik nog? Wie was er vorige week ook bij? Nou, dit was de groep, denk ik. Dus vul me aan als ik iets niet goed zeg. Hedwige Prosperpolder, dat is dat gebiedje helemaal aan de rand van Nederland, op het randje van België. Sterker nog, een deel is België en een deel is Nederlands. Als je hier kijkt, dan is dit de Schelde. Nou ja. Dit ding doet het niet, maar niet op het scherm. De Schelde zie je wel liggen. Antwerpen aan de andere kant. Hier heb je het Nederlandse deel liggen, heel netjes ingericht. En het ligt aan die kant daar met het Belgische deel. En dat heet de Prosperpolder. En er ligt een dijk omheen. Dat is deze. Die ligt hier zo. En die loopt zo die kant op. Ik heb zo nog een ander plaatje. En die dijk die mogen we gaan vernielen. Ja, en daar kan ik echt van genieten. Want ik vraag heel vaak aan Ruud, en dat is dan mijn keringbeheerder bij HDSR. We gaan oefenen op de dijk. Mag ik wat schades aanbrengen? En wat zeg jij dan altijd? Nee. Dus dat is heel flauw. En hier gaan we dat wel doen. Hier kunnen we gewoon met echte experts, die goed weten hoe een schade eruit ziet, kunnen we gaan proberen om daar die schade te laten zien. Om dat aan te brengen. Nou, ik zie al een paar gezichten van, oh leuk. We gaan zo ver dat we hem ook door laten gaan. Dus we gaan hem langzaam opbouwen. Nou, hoe ziet dat op het plaatje eruit? Ja. Oh ja, nou ja, dit is eventjes wat die Vlaams-Nederlandse samenwerking is. Je ziet links boven op het plaatje zie je Ludolf met een hele goede tekening. Daarnaast is zijn rechterhand van de Belgische kant, dat is Patrick Peters. En uiteindelijk is het doel van deze Living Lab om een betere waterveiligheid te hebben en daarvoor een heleboel testen en proeven te doen met die dijk, totdat die doorgaat. En ook te gaan oefenen en mensen op te gaan leiden op die dijk. Wat we proberen bij dit Living Lab, Hedwige Prosperpolder, is om het heel veel in visualisaties te doen en in beelden te doen. Waardoor je het makkelijker ook het verhaal kan vertellen. Niet alleen wij, maar ook jullie straks. Want de Hedwige Prosperpolder wordt ook van jullie allemaal. En dit is het gebied dus. De bestaande dijk ligt hier. Begint hier zo vanaf de Schelde. Loopt daar helemaal omheen naar deze kant. En wordt op dit moment wordt hier een nieuwe dijk gemaakt. Hier ligt die er al. In het Nederlandse deel wordt die gemaakt. En op het moment dat die er helemaal ligt, dan kan dus die oude dijk, die doet er niet meer toe. Sterker nog, over 4 jaar wordt dit een natuurgebied. En dan gaat daar een soort natuurlijk getij optreden in het gebied. Het wordt een natuurgebied, dan mogen we er ook echt niet meer in. Maar tot die tijd, dus de komende 4 jaar, en met name de komende, 3 winters? Zeg je nou 3 of 4 vingers steek je op? Ja, die snap ik ook nog steeds niet. Maar die heb ik vorige week ook al gehoord. Snapte ik hem ook niet. En nu ook niet. Kom ik nog wel een keer achter. Trekvogels zijn weg. Nou, die vraag heb ik ook gesteld. Van waarom nou in de winter? En dat komt omdat we daar dus ook allerlei proeven gaan doen. Over de stabiliteit van de dijk. En dan is het van belang dat het gras dan op dat moment ook is. Zoals het in de winter normaal gesproken ook is. Maar deze kering gaan we dus slechten. En uiteindelijk ziet het gebied eruit als dit. Met die blauwe cirkels eromheen, dat zijn plekken waar echt de dijk doorgaat en ook dijkdoorbraakopening blijft.
Tot die tijd gaan we er wat mee spelen. En dat gaan we in allerlei vormen en maten doen. We gaan dat gewoon actief met wat graafwerk doen. Een klein schepje, kan ik je vertellen, dat wordt hem daar niet. Het is echt wat groter dan dat. Dus je hebt machines nodig om het voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk, maar dat komt straks wel even, gaan we ook kijken hoe we dat gat kunnen dichten. Nou, zo ziet die dijk eruit. Het is nogal zanderig. Het is een behoorlijke stevige dijk. Water in de Schelde komt 2 keer per dag 5 meter omhoog. Dus dat gaat ergens over. Je ziet het water echt naar je toe komen, hoop ik. En de spanning wordt natuurlijk ook in de winter om daar gewoon met een aantal mensen overheen te gaan lopen met de dijkbewaking. Dus professionaliseren dijkbewaking, daar gaan we gewoon met de groepen daar naartoe. Van hoe ga je dijkbewaking doen, dat je het water ook echt naar je toe ziet komen en dat je schades hebt en dat de dijk door kan gaan. En tot die tijd gaan we dus allerlei belastingproeven doen op de dijk. Maar zo ziet het er een beetje uit. Zand, hoog gras op dit moment. Wat we daar gaan doen is, en daar is STOA met het waterbouwkundig lab in België nu druk mee bezig om een interreg proposal voor te stellen, voor te bereiden, van Two Seas heet dat. Met een aantal winters. En wat we dus willen doen is onder andere meer die dijkbelastingsproeven. Dat is 1 werkpakket. En dat ziet er dus bijvoorbeeld uit zoals dit. Dus allerlei van die apparaten op de dijk. We hebben het in Nederland ook wel op een aantal plaatsen wel eens gedaan. Maar hier gaat dan gewoon een concentratie van plaatsvinden. En jullie als experts, ja, het kan niet anders dan dat jullie dat waanzinnig interessant vinden. Ben ik daarmee eens? Klopt dat? Of zijn die dingen waar jullie bijvoorbeeld bij zouden willen gaan kijken op het moment dat dit plaatsvindt? Wie zou willen gaan kijken een keer in die 4 jaar? Ja, dus ik denk dat we daar ook zeker de gelegenheid voor moeten gaan maken. Wat we wel hebben bedacht met z'n allen is, dit is gewoon wetenschappelijke onderbouwing van allerlei gegevens en dataverzameling. Betekent wel dat wij er niet doorheen kunnen gaan zitten rommelen of met een kanootje er doorheen of zo. We moeten echt wel eventjes dit met serieuze afstand bekijken. Maar vervolgens kunnen wij er ook als experts gaan kijken wat er uiteindelijk van is overgebleven van die dijk. Nou, naast de dijkbelastingsproeven gaan we crisisoefeningen doen. Dus dat is met niet zozeer de experts, maar wel de dijkbewakingsoefeningen doen. We gaan uiteindelijk ook de schakeling maken naar kantoor. Dus stel dat je dijkbewaking aangeeft van, joh, we hebben hier een groot probleem. Kan je daar ook in je kantoorsituatie wat mee doen. En we gaan de inzet doen van een breast defender. Laat ik zo wat plaatjes van zien. En vervolgens is de communicatie over deze proeftuin van 4 jaar heel belangrijk. En de kennisinfrastructuur. En wat we daarvan hebben bedacht, ook vorige week wel even hebben genoemd, is om de wiki-noodmaatregelen voor een deel te gaan gebruiken. Ook om de kennisinfrastructuur in beeld te brengen. En misschien dat wel internationaal te maken. Want het is nu nog een Nederlandse website. Oh, nou, die bouwt even langzaam op. Even het voorbeeld dat als ik een oefening organiseer, en dit is maar een plaatje van Stichtse Rijnlanden. Wat ik net zei, ik mag geen echte schades aanbrengen, dus ik leg er een zeil neer en doe net alsof daar piping optreedt en de dijkwachtorganisatie gaat daar overheen. Heel spannend. Maar dat kunnen we dus straks in het echtje beter doen. En dat doen we niet alleen. Wij schakelen regelmatig ook Defensie in om mee te helpen, om te zorgen ook voor doorzettingsmacht. Ervan uitgaande dat de dijkwachtorganisatie na een week, 2 weken echt wel uitgeput is. Plus dat Defensie naast ons helpen bij de dijkbewaking ook kan helpen met het inzetten van noodmaatregelen. Nou, dat gaan we dan dus ook daar ter plekke doen en dan in een natte situatie. Dat er echt wat aan de hand is. Ik weet niet of die helikopter ook voor elkaar gaan krijgen, maar daar moeten we nog maar eens over gaan hebben. Nou, wat we gaan doen is het onder gecontroleerde, nagebootste, maar wel realistische crisissituaties daar te gaan oefenen. Een puntje van aandacht gaat wel worden de veiligheid van mensen daar. We gaan daar gewoon wat spannende werktuigen neerzetten en wat voertuigbewegingen doen. We moeten wel zorgen dat daar niemand onder gaat komen. Van het weekend was er bij Defensie nog zo'n gevalletje. Dat als je gewoon even de veiligheid wat veronachtzaamt, dat er dan een gewonde kan plaatsvinden. Dan kan je de hele oefening kan je eigenlijk wel op je buik schrijven. Nog even los van alle imago, schade en ellende voor de persoon zelf ook nog eens. Wie kent de Breast Defender? Laat ik het anders zeggen. Wie kent hem nog niet? Wie heeft er nog nooit van gehoord? Oké, kan je er iets bij voorstellen? Durft iemand behalve Defensie uit te leggen wat een Breast Defender is? Oké, het staat eronder. Ja. De Breast Defender is een ponton van Defensie. Ik heb zelfs al plaatjes.
En in verzwaarde toestand wordt die gevuld met water dus, in plaats van dat die met lucht gevuld is, wordt die tegen een verzwakt dijklichaam aangezet. Een paar plaatjes zal ik nu even laten zien. Dit zijn zo'n pont, dat is een ponton. En help mij als ik het verkeerd zeg, zegt Tom of Mark. Zo'n ponton kan je dus aan de zijkant, je kan hem heel gemakkelijk in het water laten vallen, maar je kan hem vervolgens ook op de zijkant hijsen, wat nog best een dingetje is. En dan zet je hem tegen de dijk aan. Bij WDO Delta is dat een paar jaar geleden ook gedaan. Frank en Wijnand, jullie waren daarbij. En is dat goed gegaan met de dijk daarna? Het ging perfect hier, hoor ik. Waren er nog aandachtspunten? Hier, ja. Ja. Hoorden jullie dat, meneer van Defensie? Dit is gewoon een test, hè? Dit is nog niet bewezen. Anko wil nog even wat toevoegen. Oh, en? Het ging ook goed. Nou, je hoort gewoon de kritische kanttekening ook, hè? Want dit is niet zomaar gegeven. Als ik aan de dijkgraaf, of de dijkgraaf vraagt wel eens, sorry, Marianne, als ik een gat in de dijk heb, wat gaan we dan doen? Nou, dan kom ik niet veel verder van, oh, misschien een schip. Rijkswaterstaat of Watermanagementcentrum heeft daar ook niet per se een oplossing voor. We hebben gewoon nu de gelegenheid om 4 jaar lang dit te gaan testen. Sterker nog, Defensie heeft een promovendus vanaf de TU Delft hier 4 jaar op zitten om onderzoek te gaan doen naar het effecten van de inzet van zo'n Breast Defender. En we gaan het gewoon merken. Want er zitten nog allerlei gekke dingen in. Hoe krijg je dat ding daar? Hoe krijg je hem goed op zijn plek? Blijft dat lukken? Nou, wat we gaan doen, of wat Defensie gaat doen, is hem eerst maar eens neerzetten als er nog geen gat is. En langzaam wordt dat gat waarschijnlijk steeds groter en wordt er veel meer druk op gezet om te kijken of die dan ook nog houdt. Nou, dan weten we ook wat we wel en wat we niet met zo'n ding kunnen. En we hebben een paar over, toch Mark? Je hebt er 40 of 70 in je tuin liggen nu? Ja. Ja, 70 van die dingen. Dus als iemand nog een plekje heeft om ze neer te leggen. Maar dit is wel een hele mooie proeftuin ook om dit te gaan proberen. Ik ga even terug, want ik had een paar sheets even overgeslagen. Dit is eigenlijk waar we de komende 4 jaar mee bezig gaan zijn. We beginnen met een paar dijkbewakingsoefeningen aan het begin. Dat zullen vooral mono-oefeningen zijn, gewoon met de eigen organisatie. Maar wel met veel observaties. Gewoon veel mensen die gaan meekijken van, joh, hoe doe je dat nou? En kan dat beter? En dan zullen we ook het ZW inzetten om een second opinion te geven over wat de experts van de betreffende waterschap bijvoorbeeld of van Rijkswaterstaat hebben gezien. En wat vinden jullie daar dan van? Want we gaan er echte schades aan brengen of laten ontstaan. En dat wordt steeds een beetje spannender. Dus het wordt steeds ernstiger. We gaan het steeds ingewikkelder maken. En in 4 jaar tijd proberen we gewoon heel veel van elkaar te leren. Dat we ook naar multi-oefeningen gaan, naar crisisoefeningen waar ook kantoor bij wordt betrokken, net alsof. En uiteindelijk misschien wel een internationale crisisoefening. Dat gaan we dus doen met experts, met niet-experts. Nou, die experts hebben we jullie voor nodig. En met noodmaatregelen. En die noodmaatregelen, het inzet daarvan, kunnen we jullie ook heel goed bij gebruiken. Dus dat was hem eventjes. We hebben heel veel plaatjes. Die volgens mij ook nog wel eens een keer wat interessant maken. Ik weet niet of jullie nu nog vragen hebben of mis ik... Oh, dit is nog wel een aardige. Zo ziet dat eruit met zo'n Breast Defender op een dijk. De formules kan ik even niet controleren, maar dit is eventjes zoals het er nu bedacht is. Hebben jullie nog vragen? En dan wil ik vragen of jullie kunnen helpen. Nog opmerking, Ludolf, mis ik iets? Ja. En kan je dat uitleggen?
En wat bedoel je met die andere middelen? Nou, en dat is een beetje spannend, want hè, wat wil je nou doen? Maar we hebben dat bijvoorbeeld op de Mississippi Robot. Ik weet niet of jij daarover gaat vertellen straks. Maar daar hebben we ook gezien dat Defensie heel druk bezig is. Ook om te kijken, nou, zijn er plekken in de waterkering die we het liefst willen laten gaan? Zodat het ergens anders niet doorgaat. Zodat je zelf meer invloed hebt op waar je dijk doorgaat. En als de Defensie dan vragen van, joh, misschien kan je hem opblazen. Dan is het nog best ingewikkeld. Hoe groot is die dijk? Hoe dik is die dijk? Hoeveel water zit erin? Want je wil een hele gecontroleerde doorbraak. Want jullie hem daarna weer kunnen vullen en dicht kunnen gooien. Dus het heeft niet zoveel zin om daar een 100 meter breed gat te maken. Dat kan bewijzen van iedereen. Maar je moet daar een heel gecontroleerd gat maken. Nou, dat wordt kunst ook. En het probleem is hier een beetje dat er een kerncentrale naast ligt. Dus dat hebben jullie op het allereerste plaatje gezien. Dus, nou ja, dus hier moeten we nog eens even heel goed over nadenken hoe we dit gaan doen. Nog verder aanvullingen? Ludolf? Henk? Prima. Nou, ik zat in dat werkgroepje. Nee, dienstweg en water, Jan-Willem Seijzer. Die heeft volgens mij een keer in zo'n harnas heeft die gehangen. Die kwam niet eens aan lopen toe. Nee. En dat geloof ik ook hoor. Dat je daar gewoon helemaal niks kan. Tegelijkertijd, ik zat in dat groepje. Ik was erbij vorige week. Ik zag Patrick eventjes wegtrekken. Zo van, want er zit natuurlijk een hele wetenschappelijke component aan. Als wij daar doorheen gaan stieren door daar met een kajak of wat ik zei, dat was een grapje, maar wel daar doorheen te gaan lopen, dan klopt dat misschien niet meer. We zitten in een soort, ook denk ik in een soort uitloop, dat zij klaar zijn. En dan gaan wij daar nog eens een keer een speeltuin van maken en dan zetten we jou in die bak om te kijken hoe lang je overeind blijft. Juist, en hoor het en voel het. Dat is wat ik ook uit 95 van collega's hoor. Dat doet echt wat met je. En zeker als het ook nog eens een keer wat donker is en zo. En het is daar echt pikkendonker, denk ik, 's avonds. Ja. Nou ja, dus als we de crisis in Nederland dan zelf niet hebben, dan gaan we maar creëren. Maar dan wel op een plek waar het kan. En dat soort dingen doe ik altijd aan de randen van het land, hè. Dus dat doet België ook en dat doen wij dus ook. Maar eventjes als afsluiting, is dit iets waar jullie als ZW-collega's van op de hoogte willen worden gehouden? Is dit iets wat jullie belangrijk vinden? Wie wel? Er zitten ook heel veel collega's die er al in zitten, dus die hoef ik het helemaal niet te vragen. En zijn er mensen die willen helpen en meedenken of bij die proeven? Ik weet niet hoeveel gelegenheid we daarvoor krijgen, maar wie is daar enorm fanatiek in, enthousiast in om mee te denken? Anko, die steekt de hand op. Bert, Freddy? Nou, daarom wilde ik jou even spreken, Freddy, vandaag. En de dijkbewakings, de oefeningen. Wie wil daarover meedenken? Alice probeert eventjes wat namen mee te tikken. Ik had Freddy en ik had Ruud. En toen even namen, wie wil even helpen? Wie wil een Bert? Graag een naam hardop. Bert. Johan Esser. Bert Koster. Ja. Erik van Kuik. Nog meer? Mag ik al? Let Roosjes, Roald. Ronald. En Jeroen Koeman, die moet nog lid worden, maar daar zit ik al een jaar achter de broek dat hij dat moet doen. Dus die mag ik opschrijven. Is dit het? Jullie gaan er spijt van krijgen, hè? Als jullie over 2 jaar tot ontdekking komen dat je niet hebt meegedacht en... dat er allemaal leuke dingen gebeuren. Ja, okay.
meedoen als derde. Daar zou ik nu wel voor op. Als derde bij de dijkbewakingsoefeningen bedoel je? Of lopen als expert? Lopen als expert, ik neem aan dat jullie dat eigenlijk allemaal willen. Dus wat mij betreft gaan we jullie ook echt uitnodigen daarvoor, als een oefening. We hebben het gehad over oefeningen bij elkaar en met elkaar meekijken, ook als ZW-team. Ik denk dat we de komende 4 jaar ook een paar keer gewoon die kant op gaan. Of dat in een hele grote groep gaat of met kleine groepjes, dat weet ik nog niet. Maar ik zoek ook mensen die dan willen lopen en mensen die dus willen meedenken. Dus als jullie straks nog bedenken, ik wil daar nog wat in doen, loop dan eventjes bij mij of bij Alice langs zo dadelijk. Hans? Ik ga ervan uit dat we dit ook nog een keer op tafel krijgen met ideeën, wat je wil gaan doen, dat je dan ook kan reageren, of is dat niet de bedoeling? Ja, het gaat wel heel vlot. We moeten het proposal net na de zomer af hebben. Eigenlijk willen we dat voor de zomer al rond hebben. Maar zoals ik iedere keer begrijp, komt dat heel erg op hoofdlijnen. Daar kan ik heel slecht mee uit de voeten, want ik wil inderdaad ook wat meer details. Dus ik ben bang dat ik details al vrij snel moet gaan maken met Rijkswaterstaat ook. Want Bart is de trekker van werkpakket 3. De beoogde trekker. En daarmee zitten Mark Balemans als Defensie en ik vanuit meer de dijkcrisisorganisatie. Zijn we even bezig met de voorbereiding daarvan. Dus als je ideeën hebt. Even aanvullen dan. Wat we doen is, we hebben bij Jan en wij stoppen ook zelf in experimenten. Dus bijvoorbeeld voor die overloop-overslag hebben we 6 zones gedefinieerd. Daarvan hebben we 3 of 4 gevuld en we houden er 2 over voor 1 gaat naar de universiteit en 1 gaat ook over voor mensen die er gebruik van willen maken. Dus we bieden wel de faciliteit, maar we laten ons niet hinderen door snelheid van beslissingen. En 4 jaar lijkt heel lang, maar je moet eigenlijk een aantal dingen heel goed van tevoren organiseren en spullen die kant op krijgen, want het is gewoon een lokale bedoeling daar. Dus we moeten alles die kant op krijgen. En we kijken dan wel even met een lonkend oog naar Defensie, die het ook heel graag als een proeftuin wil gebruiken en die daar heel veel, toch, die daar spullen naar wil gaan zetten. Ja? Is dat de link met Defensie, dat we en willen afsluiten, en dat is waarschijnlijk dat 4e jaar. Dat de dijk nog meer afgegraven is om de daadwerkelijke crisis emergency series. Dus het Nederlands leger, het Belgisch leger, heeft het Franse leger erbij. Om daar oefeningen te doen met de civiele organisaties. En een van de dingen die ze willen doen, is dat ze hebben daar gewoon 13 uur tijd, 8 meter water erop. Dus je waarschuwingstijd zal misschien 20 uur zijn. Dan zal elke leverancier van wat voor spul ook gealarmeerd worden. Die mogen dan eerst aan het pootje al hebben, dan moeten ze gewoon de keringen van hun daar even staan. En dan gaat de natuur zijn geweld doen met het wind erbij. En dan zullen we zien welke mobiele kering of wat voor constructie het houdt en welke niet houdt. Dat soort dingen, we zijn vrij serieus. Ja, en wat ik misschien inderdaad mis, want Interreg 2C's betekent inderdaad vooral dat we internationaal samenwerken. Niet alleen met de Engelsen, maar ook Fransen en Engelsen waren vorige week aangehaakt. Dus, en die zijn ook allemaal enthousiast om mee te doen. Ik wil hier even mee afsluiten, want Roland heeft ook tijd nodig om iets te vertellen over de Mississippi.